Wie zich ooit heeft afgevraagd hoe het is om een van de rijkste kinderen te zijn in de wereld, moet deze video van begin tot eind bekijken. Je zal verrast zijn om te weten te komen hoe het kind op nummer 1 zijn dag doorbrengt. Om nieuwe video's te zien, zorg je er nu voor dat je bent geabonneerd met de bel aan. Geef ook een duim omhoog als je een top 10 volger bent. Vijf. De gebroeders Brandt. Je zou ze bijna willen vergelijken met de lijkbleke sterren van de Twilight Saga. Met een melkwitte gezicht in contrast met een donker haar en een opvallende kledingstijl maken Harry en Peter Brandt deel uit van de jonge elite gemeenschap in New York. Als de kinderen van een voormalig supermodel en een invloedrijke vader weten deze twee broers alles over mode en een luxueuze levensstijl. In het dagelijks leven zijn ze trust funds kinderen. Dat wil dus zeggen dat ze zoals de meeste rijke kinderen in feite geen baan hoeven te hebben. Opgegroeid met een Victoria's Secret supermodel als moeder, zijn de broers al door en door bekend met de modellenwereld. Ze zijn heel modebewust en hebben modelleercontracten lopen. Fotoshoots doen zijn echt hun ding. Waar je ze anders tegen het lijf kunt lopen zijn op besloten feestjes van de New York elite. De hippe socialites worden overal voor uitgenodigd, omdat ze niet alleen nog jong en trendy zijn, maar ook omdat ze interessant zijn. En ja, hun vader en moeders invloed hebben zeker ook iets ermee te maken. De twee zijn haast elke week bij een feestje of fundraiser te zien, gekleed in de laatste mode en mannenmake-up. Beide broers hebben hun naam gekoppeld aan het bekende make-up merk MAC en laten zien dat mannenmake-up net zo in de mode is als elke andere trend. Ze lopen er altijd keurig bij en hun volgers op de verschillende social media platformen krijgen niet genoeg van de twee broers. Hoe zou jij het vinden om een trust fund kind te zijn? Laat het ons weten in de comments. Princess Charlotte of Cambridge. Ze is nog maar net 5 jaar geworden en ze heeft al een geschatte netto waarde van 4,5 miljard. Dan kun je wel zeggen dat ze een prinses is, maar gek genoeg heeft haar koninklijkheid er niet zoveel mee te maken. Ja, ze is met een zilveren lepel in de mond en een gouden kroon geboren. Dat spreken we niet tegen. Princess Charlotte heeft haar miljarden eigenlijk te danken aan haar invloed op de modewereld. Deze staat bekend als het Charlotte-effect, vergelijkbaar met het Kate-effect dat de Britse markt beïnvloedde een paar jaar geleden. De appel valt niet ver van de stam zo te zien. En aangezien de prinses nog piepjong is en we nog veel meer van haar zullen zien, voor wat betreft haar stijl is het verwachtbaar dat haar geschatte netto-waarde waarschijnlijk zal toenemen. Maar wist je dat prinses Charlotte behalve mode-icoon ook erg intelligent is? Vanaf dat ze 2 is kon ze 2 talen praten, Engels en Spaans. Dat laatste leerde ze van haar Spaanse oppas. Prinses Charlotte houdt ook enorm veel van koken. Niet echt een koninklijk ding om te doen, want daarvoor hebben ze hun eigen privékok. Maar Charlotte houdt daar juist nu echt van. Ze maakt samen met moeder Kate vaak lekkere pasta's en pizza's, zoals jij en ik. Haar favoriete ding om te doen is dansen. Niet heel vreemd dat ze dit leuk vindt, want haar overleden grootmoeder, prinses Diana, stond er ook om bekend dat ze tijdens feestjes er niet voor schroomde om haar kunnen op de dansvloer te laten zien. Prinses Charlotte zit nu daarom op balletles, zodat ze heel goed pirouettes kan maken. Waarschijnlijk danst ze in een roze tutu, want dat is haar favoriete kleur. 3. Rijkste kind op TikTok. Als je niet weet wat TikTok is en wie je daar kunt vinden, dan ben je waarschijnlijk niet van deze generatie. Geen nood, maak alvast kennis met het rijkste kind in Pakistan op TikTok, Shamil Zahid. Als een van de grootste TikTok-sterren in Pakistan met 1,6 miljoen volgers en 29,8 miljoen likes op zijn profiel, heeft hij deze titel dik verdiend. Shamil is de zoon van een IT-zakenman, maar hij heeft er geen interesse voor. Hij is een ster op TikTok en momenteel gaat zijn hart hiernaar uit. In zijn video's kun je zijn extravagante levensstijl volgen. Hij laat zijn weelderig huis zien en hoe hij in luxe leeft. Volgens zijn zeggen heeft hij 2 Lamborghinis. Natuurlijk heeft zijn invloed op social media de aandacht van verschillende bedrijven aangetrokken, waardoor hij veel promotieactiviteiten doet voor verschillende merken. Shamil is ook samenwerkingen aangegaan met andere grote namen op social media in Pakistan. Met meer dan 10 video's die miljoenen views hebben gekregen, gaat Shamil verder met TikTok-video's produceren. Zijn video's variëren van lip-sync-video's tot reisvlogs tot aan komische stukjes. Als hij geen video's aan het maken is, dan houdt de jonge TikTok-ster zich bezig met lezen, fotografie en internetsurfen. Rijk of niet, voor ons maakt het niks uit. Je bent op dit kanaal altijd welkom.
Om door te genieten van onze video's moet je wel snel de abonneerknop indrukken met de bel aan en doe ook even duimpje omhoog, gewoon omdat je een gave persoon bent. Twee, Isabella Barrett. Hoe zal het zijn om een kind te zijn en tegelijkertijd ook multimiljonair? Isabella Barrett kan je het antwoord hierop vertellen. Tegen de tijd dat ze 10 jaar oud was, was dit meisje al een zelfgemaakte multimiljonair. Haar eerste miljoen maakte ze op 6-jarige leeftijd. Het meisje leeft ook naar deze standaard. Ze houdt ervan om als een prinses rondgereden te worden door een chauffeur wanneer ze gaat shoppen en ze eet graag de duurste dingen zoals kreeft. Haar beroemdheid heeft ze te danken aan haar verschijning op het programma Toddlers and Tiaras, een schoonheidsverkiezing voor jonge meisjes. Maar Bella, zoals ze ook genoemd wordt, is niet zomaar een schoonheidskoningin. In haar korte carrière won ze maar liefst 55 kroontjes en 85 titels. Vreemd genoeg wil de bescheiden Bella later, wanneer ze ouder is, een leraar worden. Hoe ze haar miljoenen verdiend heeft? Het meisje heeft namelijk 2 bedrijven, 1 in de mode-industrie en de andere in juwelen. Echter gaat ze zoals elk ander kind gewoon 5 dagen in de week naar school. Al haar extra activiteiten, zoals modeshows lopen en fotoshoots doen, doet ze allemaal in het weekend. Ze houdt ook van zingen en heeft al 3 liedjes gelanceerd. Zelf zegt Bella dat ze liever populair is dan rijk, want op die manier kan ze mensen leren kennen en veel vrienden maken. Ze houdt ervan om te reizen en geeft ook veel geld uit. 1 keer kocht ze 60 paar schoenen en 14 Juicy Couture trainingspakken. Wauw, dat is wel echt veel, vind je niet? Maar haar levensstijl is niet zoals van elk ander kind en ze brengt de nodige offers. Haar agenda is ontzettend druk en soms kan ze niet naar gymnastiek, omdat ze dan een klusje hier of een auditie daar moet doen. Hoe zou jij het vinden om je eerste miljoen te verdienen? En wat zou je ermee doen? Laat het ons weten in de comments. Als je onder de indruk raakte van de 60 paar schoenen van onze nummer 2, wacht maar tot je hoort over de schoenencollectie van onze nummer 1. Dit is 1 dag in het leven van Rached Saif Belhassa. Rached is de zoon van Saif Ahmed Belhassa, een bouwmagnaat die de leiding heeft over de uitgestrekte Saif Belhassa Group uit Dubai. De naam van Rached's YouTube-kanaal is Money Kicks en niet zonder reden. De tiener heeft een collectie gimpen ter waarde van 880.000 euro. Zijn schoenencollectie bestaat uit unieke en speciaal gemaakte gimpen van de merken Yeezys, Babes en Air Jordans. Hij staat elke dag vroeg op en gaat zoals alle andere kinderen naar school. Als hij niet op school is, dan heeft hij een heel druk leven. Hij maakt video's voor zijn YouTube-kanaal dat meer dan 2 miljoen volgers heeft en hij is ook te vinden op Instagram, waar hij gevolgd wordt door 1,5 miljoen fans. De jongen heeft veel bekende vrienden en een aantal van hen zijn verschenen in zijn video's. Beroemdheden zoals Jackie Chan, Floyd Mayweather, Mesut Özil en Cardi B zijn al een keer bij hem thuis op bezoek gekomen. Als zoon van een miljardair krijgt Rached 5.000 euro aan zakgeld elke maand om schoenen te kopen. Hoewel hij wellicht miljarden zal erven, wil hij toch zijn eigen geld verdienen en afhankelijk zijn van zijn vader. Hij begon daarom een populaire streetwear kledinglijn genaamd King's Ambition, samen met ontwerper Ross McKay. Hij heeft ook een online winkel genaamd Money Kicks. Met zoveel volgers op social media heeft hij inmiddels een geschatte netto waarde van 3 tot 5 miljoen weten te vergaren voor zichzelf. Netjes gedaan voor iemand die nog niet eens 20 jaar is, vind je ook niet? Wat hij ook graag doet als hij uit school is, is met zijn huisdieren spelen. Rached heeft niet gewoon een kat of een cavia, maar zijn eigen privézoo met 500 exotische wilde dieren, waaronder tijgers, witte tijgers, leeuwen, giraffen, zebra's, cheetahs, panters en chimpansees. Als je hem volgt op Instagram, dan kun je hem vaak zien poseren en spelen met zijn huisdieren. De zoo is op het landgoed van de familie en je moet erheen met een golfauto, want het terrein is zo groot. Het zou anders veel te lang duren om je van de ene naar de andere plek te verplaatsen. De levensstijl van deze miljardair in wording zou niet compleet zijn zonder een aantal exclusieve auto's. We weten niet precies hoeveel auto's hij heeft, maar kunnen je wel vertellen dat hij in de schijnwerpers kwam om zijn gloednieuwe Ferrari van 221.000 euro, die hij compleet in Louis Vuitton Supreme logo's liet uitvoeren voor zijn verjaardag in 2016. Hoewel hij toen te jong was om legaal in de straten van Dubai te rijden, weten we zeker dat hij nu volop geniet om rondjes te rijden in zijn supercar. Na een drukke dag van naar school gaan, entrepreneur zijn en zijn sociale media accounts beheren, dineert Rached graag thuis, want overdag is hij op school. Dan komen hij en zijn familie bij elkaar om een heerlijke maaltijd te eten die het team van privé-koks heeft bereid. 'S Avonds gaat hij relatief vroeg naar bed om de volgende dag goed uitgerust te zijn om zijn luxueuze leven opnieuw aan te vangen.
wat vind je van deze rijkste kinderen ter wereld? Laat je antwoord achter in de comments. Om geen van onze video's te missen, zorg je er meteen voor dat je je abonneert met het ingedrukt belletje. Geef de video ook een dikke like als je hebt genoten.